In deze korte videotutorial laat ik jullie zien hoe je reliëfstokjes achterhaakt. Ik heb hier een klein stukje met stokjes. Even ter herinnering, een stokje haak je door de draad om te slaan, de naald in de steek te steken, onder de twee lusjes door, een lusje terug te halen totdat je drie lusjes op de naald hebt, dan de draad om te slaan en door twee te halen, en de draad om te slaan en door twee te halen. Dat is hoe je een normaal stokje maakt. Bij reliëfstokjes maak je feitelijk ook zo'n stokje, alleen de plaats waar je je haaknaald steekt is anders. Ik ga het jullie laten zien. Je slaat de draad om de naald en dan ga je vanaf de achterkant steek je naast de aangegeven steek. En direct naast aan de andere kant steek je weer terug naar de achterkant van je werk. Daar sla je de draad om de naald. Dan trek je hem terug, zodat je drie lusjes op de haaknaald hebt. En dan maak je je stokje af zoals je gewend bent. Dus omslaan, door twee, omslaan, door twee. Je kunt nu een beetje zien dat dit stokje naar achteren wordt getrokken. En ook dat dit stokje achter je werk ligt. Daarom is het een reliëfstokje achter. Ik zal het nog een keer laten zien. Je slaat de draad om de naald. Je steekt hem aan de ene kant van de steek naar voren. Vervolgens aan de andere kant van de steek weer naar achteren. En daar haal je pas een lusje op. Nu heb je drie lusjes op de haaknaald staan. Sla je om en je haalt door twee. En je slaat om en je haalt door twee. Ik zal het nog één keer laten zien. Je slaat de draad om de naald. Je steekt hem aan de ene kant van de steek. Dus niet door de lusjes aan de bovenkant, maar langs de steek. En direct aan de andere kant van je steek weer terug. Je ziet dus nu ook dat die steek, dat ene stokje waar ik in dit geval mee haak, om mijn haaknaald heen zit. Dan sla je de draad om, je trekt hem terug, dan heb je drie lusjes. Dan sla je om en haal je door twee lusjes en je slaat om en haalt door twee lusjes. Je ziet nu dat er aan de voorkant een soort horizontale streep ontstaat waar je reliëfstokjes zijn. En je ziet ook de omslag van de reliëfstokjes om de stokjes van de vorige toer heen. Ik hoop dat dit zo duidelijk is. Als het niet duidelijk is, dan hoor ik dat graag in het opmerkingenveld of op mijn Facebookpagina. Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik die natuurlijk graag. En als je deze video leuk vond, vergeet dan niet een duimpje te geven of je te abonneren op mijn video's, zodat ik weet dat het zinnig is om nog meer haaksteken uitleg te geven. Mist er een steek? Geef dat dan ook vooral aan. Ik wens jullie heel veel haakplezier.